Kinderen en oorlog gaan niet samen. Toch zijn er miljoenen kinderen slachtoffer van oorlogsgeweld. Zij hebben de hulp van War Child hard nodig. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, staat 538 van 22 tot en met 29 maart weer geheel in het teken van 538 voor War Child. Zo, goedemorgen. Dit is Even Erop live vanuit Maastricht. Uit Nijmegen. Sertogenbosch. In Hilversum. In Alphen aan de Rijn. In Meppel. In Leeuwarden. Vanuit Groningen. Vandaag, we zijn op de Grote Markt. Tijdens de 538 voor War Child veiling kunnen luisteraars en kijkers weer bieden op unieke prijzen. Martin, goedemorgen. Laat ons niet langer in spanning. Hey. Vertel wat je hebt geboden voor het shirt van Lionel Messi. 17.500 euro. Wow. De bedragen die vorig jaar zijn opgehaald zijn enorm. Ik wil het alleen maar voor 100.000 euro doen. De vraag is, wil jij het betalen? Ja. Dames en heren, we halen hier 100.000 euro binnen voor War Child. De volledige opbrengst is voor War Child. Het 538 Talent Stage staat open voor iedereen die zijn of haar kunsten wil en durft te vertonen. Of je nou aardig kunt dansen of een moppie kunt zingen, voor maar 12 euro claim jij je eigen moment of fame. Belangrijker nog, met elk optreden geef je een verlaten oorlogskind de kans op een veilig bestaan. Een kind hoort niet in de oorlog, een kind hoort op school. Daarom vind ik het goed dat dit soort dingen gebeuren in een welvarend land als Nederland. SBS6 en SBS Shownieuws zijn ook dit jaar weer een zeer waardevolle mediapartner voor 538 voor War Child. Shownieuws steunt 538 voor War Child. We hebben weer een hele mooie dag gehad, hè? De zevende dag van de actie 538 voor War Child. Piet Paulusma reist de hele week met 538 mee. Uiteindelijk zijn we via Nijmegen, Den Bosch, Hilversum, Alphen aan de Rijn, Meppel, Leeuwarden, nu hier beland onder aan de Martinetoren in Groningen. Vorig jaar zorgden alle 538 voor War Child inspanningen voor een geweldig resultaat. 72.984 kinderen werden geholpen. Ook dit jaar gaat 538 zich weer volledig inzetten om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen die er helemaal alleen voor staan. War Child zorgt ervoor dat deze kinderen op een veilige plek weer gewoon kind kunnen zijn. Doei! Kijk op 538voorwarchild.nl hoe ook jij kunt helpen.